Isai-Mayan betekent muziekcentrum. Isai staat voor muziek en Mayan betekent zowel centrum als illusie. Het laatste project dat we in India hebben bezocht was Isai Ma. Hier werden we heel hartelijk ontvangen door Brigitte en Zaga die ons alles hebben laten zien dat ze doen. Zo hebben ze een opvangthuis voor jongens en voor meisjes. En hier wordt heel goed voor de kinderen gezorgd en krijgen ze de kans om te werken aan een betere toekomst. In het weekend gaan deze kinderen, maar ook de kinderen van arm omliggende dorpen naar de art school. Hier leren ze dans en muziek en daarnaast krijgen ze ook Engelse les en computerles. Yesterday morning I went to my school. Wij mochten een weekend mee naar de art school en dit voelde echt als een ouderwets schoolreisje. Er werd gitaar gespeeld onder de boom, er werd gedrumd, er werden spelletjes gespeeld. Daarnaast leerden de meisjes traditionele dans en de jongens leerden breakdansen, wat er echt superleuk uitziet. Je ziet dat de kinderen hier heel veel plezier hebben en als je weet wat ze allemaal hebben meegemaakt, is dat echt heel erg belangrijk. Naast de opvangtehuizen en de art school heeft Isai Ma ook nog het school voor gehandicapten waar kinderen met uiteenlopende beperkingen een dagbesteding krijgen. Ook hier is muziek en dans heel erg belangrijk, maar daarnaast krijgen ze ook yoga, fysiotherapie en andere vormen van speciaal onderwijs. We hebben erg genoten bij Isai Ma en we zijn in best wel korte tijd heel close geworden met de kinderen daar. We hebben elke avond met ze gepingpongd, gepraat en er werd veel gelachen. Maar achter elke lach zit ook weer een verhaal, want de kinderen die zitten daar natuurlijk niet voor niets. Sommige kinderen hebben hun moeder zelfmoord zien plegen. In veel gevallen steekt ze zichzelf dan in de brand. Hun vaders zijn alcoholisten, rennen weg en willen niet meer voor de kinderen zorgen. Maar ook seksueel misbruik is nog steeds een groot probleem. Zo was er een meisje die een jaar lang verkracht werd door een vriend van de familie. Met toestemming en onder toeziend oog van haar moeder en waarschijnlijk ook nog eens tegen betaling. En toen het uitkwam, wou de familie niks meer met haar te maken hebben. En als je dat soort verhalen hoort, dan doet dat echt iets met je. En dan vallen je eigen problemen even helemaal in het niets. En dit laat nog maar eens het belang zien van stichtingen als Isai Ma. Want de kinderen hier verdienen echt veel beter. Wil jij ze helpen? Maak dan een donatie over via onze website. En elke euro komt rechtstreeks bij dit mooie project terecht.